Als laatste stukje hebben we evenwichten die voorkomen in het dagelijks leven. Toepassingen dus over chemisch evenwicht. Een eerste daarvan gaat over je bloedsuikergehalte en het al dan niet lijden aan diabetes. In je voeding zitten er eiwitten, vetten en ook suikers, glucose dus. En glucose proberen we op te stapelen als een reserve-energiebron en dit heet dan glycogeen. Insuline is het hormoon dat daarvoor zorgt. Glucagon is dan weer datgene wat glycogeen laat ontbinden in verse glucosesuikertjes. Als je eet, zit daar voor een stuk glucose bij en dan stijgt je glucosespiegel zodanig dat je concentratie links stijgt, evenwicht schuift naar de andere kant rechts en dan ga je glycogeen opstapelen. Dus veel suikers betekent opstapelen als reservebron. Als je inspanning levert, dan daalt je glucosespiegel, want dan gebruik je die om daar energie uit te halen. En als je concentratie links zakt, dan schuift je evenwicht ook naar links. En dan ga je glycogeen opsplitsen om voor nieuwe glucose te zorgen. Als je aan diabetes leidt, dan werkt je insuline onvoldoende of slecht. En dan is het niet meer mogelijk om glucose op te stapelen als glycogeen. Dan blijft er te veel suiker in je bloed aanwezig en dat is nefast voor je metabolisme. Een tweede toepassing gaat over zuurstoftransport. Zuurstof ademen we in, komen in de longen terecht die moleculen en binden daar aan hemoglobine. Via je bloedbanen gaat dat dan naar je weefsels. In je weefsels laat de hemoglobine zuurstof terug los en dan komt die vrij voor celaanmaling. In de longen is er dus veel zuurstof, want daar adem je die in, concentratie links stijgt, evenwicht schuift naar rechts. En hemoglobine gaat binden aan zuurstofmoleculen. In de weefsels is er weinig vrije zuurstof voorhanden en dan zal die hemoglobine het zuurstofmoleculetje terug loslaten en vrije zuurstof toelaten om aan verbranding te doen. Terug vrijgegeven dus. Koolstofdioxidetransport gaan we niet bekijken, maar CO-vergiftiging, daar willen we toch wel iets aan toevoegen. Hemoglobine is namelijk ook in staat om met CO, koolstofmonoxide, te binden. In de plaats van zuurstof, een competitie dus tussen deze beide reacties. Grote nadeel is dat ze wel allebei binden op hemoglobine, maar dat dat voor koolstofmonoxide zo'n 250 keer beter gaat dan voor zuurstof. De K-waarde is namelijk 250 keer groter. Op die manier ga je dus je hemoglobinemoleculen verzadigen met koolstofmonoxide en is er geen ruimte meer voor transport van zuurstof naar de weefsels. Heel gevaarlijk, geen transport van zuurstof naar je weefsels, geen verbranding, geen inspanning meer, dodelijk. Dus CO-vergiftiging, heel gevaarlijk. Kan men daar iets aan doen als je toch te veel CO in je bloed zou hebben? Een eerste mogelijkheid is lucht toedienen met een maskertje die extra veel zuurstof bevat, zodanig dat je heel veel concentratie O2 hebt, evenwicht naar rechts schuift en dus weer zuurstof gaat binden en dan kan hij weer dienst doen. Ofwel een tweede mogelijkheid is methyleen blauw in de bloedbaan injecteren. En die reageert met koolstofmonoxide, vangt die met andere waarden, of met andere woorden. En dat betekent dat je de concentratie doet dalen en je evenwicht terug naar links schuift. Hemoglobine laat dan CO-moleculen los. En dan komen die weer vrij voor zuurstof. Een volgende toepassing gaat over het maken van geconcentreerd zwavelzuur. Dus niet voor ons dagelijkse leven geconcentreerd zwavelzuur maken doen we thuis niet zo vaak, maar heeft wel veel toepassingen. Zwavelzuursulfaten komen voor in kunstmest of voor de productie van fosforzuur, dat hebben we ook wel af en toe eens nodig. Wij zelf misschien niet, maar cola bevat voor een stuk fosforzuur en fosfaat kunstmest bestaat natuurlijk ook. In de organische chemie komt zwavelzuur ook voor en kleurstoffen en plastics worden daar voornamelijk voor gemaakt. Toepassingen hoef je niet te onthouden van mij, maar het maken van zwavelzuur, daar komt chemisch evenwicht ook bij kijken. Zwavelzuur maken doen we via het contactprocedé.
En eerst moeten we aan een aantal ingrediënten geraken die in een evenwicht zullen meespelen. We hebben namelijk zwaveldioxide nodig. Dat kan je maken door sulfiden te verbranden of zwavel te verbranden. Hoef je ook niet te onthouden. Dit zijn dus twee mogelijke reacties om aan zwaveldioxide te geraken. Waar we wel op focussen, dat is de volgende reactie. Zwaveldioxide wordt namelijk via een evenwichtssysteem omgezet naar zwaveltrioxide. En dat is de rechtstreekse bron voor zwavelzuur. Twee zwaveldioxides reageren met zuurstofgas ter vorming van twee zwaveltrioxides. Evenwicht, waarbij de heengaande reactie de exotherme is en de terugkerende de endotherme. Bedoeling is om daar zoveel mogelijk zwaveltrioxide in te maken en dus reactie 1 te bevoordelen, de exotherme reactie. Dat zou je dus kunnen doen, dat evenwicht naar rechts schuiven door bij zo laag mogelijke temperatuur te werken. Dat heeft wel een groot nadeel. Lage temperaturen, dan gaan alle reacties traag. Dus je maakt wel een redelijke hoeveelheid SO3, maar het duurt zeer lang. Ofwel zeg je, ik wil snellere reacties, maar dan maak je er niet zoveel. Vandaar dat men voor een compromistemperatuur kiest, in dit geval is dat 430 graden. Ook weer geen getal dat je hoeft van buiten te leren. Kan men nog wat extra spelen met dat evenwicht? Ja, dat is mogelijk. Ten eerste kunnen we aan de snelheid nog iets doen, waarmee het evenwicht bereikt wordt, door een katalysator toe te voegen. Katalysator verschuift het evenwicht niet, dus je maakt niet meer SO3, maar je maakt het wel vlugger. En blijkbaar is vanadiumpentoxide een heel goede katalysator voor zoiets. Een laatste mogelijkheid is spelen met de coëfficiënten. We hebben namelijk totale coëfficiënt 3 aan de linkerkant en we hebben maar 2 deeltjes aan de rechterkant. Dus schuiven naar de kant met het minste aantal deeltjes. Dat kan je door het volume te verminderen, maar fabrieken in volume verminderen, dat doen we niet. Dat komt overeen met de verhoging van de druk. Dat zou dus een mogelijkheid kunnen zijn. Langs de andere kant is dat veel te gevaarlijk. Het minste lek in zo'n installatie onder hoge druk laat SO3 ontsnappen. En in de volgende reactie ga je wel merken dat dat gevaarlijk is. Dus drukverhoging zou kunnen, maar in de praktijk doet men dat niet. We hebben een aantal keuzes gemaakt om SO3 te maken. En eens je zwaveltrioxide hebt, moet je er alleen maar water bij doen en je hebt zwavelzuur. Vrij voor een aantal toepassingen. Nu, die reactie die we hier zien staan is zeer, zeer, zeer aflopend, want zeer, zeer, zeer exotherm ook. Zeer exotherm, er komt dus zeer veel warmte bij vrij. Maar warmte die vrijkomt, dat is niet zo gunstig. Je zwavelzuur verdampt daardoor. En je hebt niet zwavelzuurvloeistof, maar een zwavelzuurnevel gevormd. En dat heeft heel veel praktische beslommeringen, waar we niet zoveel gaan over uitweiden. Dus maken van zwavelzuur veel keuzes in verband met chemisch evenwicht. Een beetje gelijkaardig aan keuzes vinden we in het maken van ammoniak. Ammoniak, nog zo'n belangrijk chemisch moleculetje. Ammoniak komt onder de vorm van ammoniumsulfaat voor, kunstmest. Ammoniak zit ook in explosieven, dient om het salpeterzuur te vervaardigen. Is een reinigingsmiddel, komt ook voor in koelmiddelen bij frigo's, zeker in industriële vorm. Dus een zeer veelzijdig moleculetje. Het maken van ammoniak werd op punt gesteld door Haber en Bosch, vandaar het Haber-Bosch procedé. Zij zitten daar voor een of andere stap echt wel tussen. Ammoniak maken doen we door stikstofgas en waterstofgas te laten reageren. En in een heengaande reactie, die weer exotherm is, proberen we zoveel mogelijk ammoniak te maken. Ook hier dus weer een aantal keuzes. De exotherme reactie bevoordelen gaat weer bij lage temperatuur zeer goed, maar dan gaat het weer traag vooruit. En om aan de snelheid iets te doen, zouden we zo graag een hoge temperatuur gebruiken. Dus ook hier kiezen we weer voor een compromis. 500 graden, dat lijkt hoog, maar
kan nog een stuk hoger. Dus echt wel een compromis. Je weet al dat je een katalysator kan gebruiken om sneller aan je evenwicht te geraken. Het is daar dat Haber en Bosch van pas komen. Ze hebben een goede katalysator bedacht onder de vorm van fijn verdeeld ijzer met een aantal oxides van metalen tussen. En daardoor geraak je veel sneller aan je evenwicht, veel sneller aan ammoniak. En is het ook de bedoeling om die ammoniumtoepassingen frequenter te kunnen gebruiken. Weer het aantal deeltjes in oogenschouw nemen. 4 deeltjes aan de linkerkant, maar 2 aan de rechterkant. Dus minste aantal deeltjes, volumevermindering of drukverhoging, net zoals bij zwavelzuur. In dit geval drukverhoging, jazeker. 350 bar is al een serieuze drukverhoging. Het zijn daardoor ook wel heel dure installaties, maar op die manier kan je het evenwicht nog een pak naar rechts schuiven, met meer rendement als gevolg. Een laatste toepassing in het handboek gaat over grotvorming en druipstenen, maar dat gaan wij hier niet behandelen. Dat is meer iets voor in aardrijkskunde. Zo, op die manier is het hoofdstuk over chemisch evenwicht helemaal af.